Weet je wat God van vaders en moeders vraagt? Hij wil dat ze hun kinderen leren over zijn wetten en over zijn daden, zodat zij ook van de Heeren zullen houden. Kinderen volgen vaak het voorbeeld van hun ouders. Weet je nog van koning Manasse? Hij was eerst een heel slechte koning, hè? Zijn zoon Amon wordt koning nadat Manasse sterft. Volgt het slechte voorbeeld van zijn vader, niet het goede voorbeeld van zijn bekering. Amon is maar één jaar koning, en dan wordt hij vermoord. De zoon van koning Amon, Josia, is nog maar acht jaar oud als hij tot koning wordt gekroond. God zorgt er in zijn genade voor dat Josia een jongen is die God wil volgen. Hij wil niet het slechte voorbeeld van zijn vader volgen. En jij? Wie volg jij? De mensen in Josia's land aanbidden afgoden en offeren aan hen. Als Josia 16 jaar oud is, gaat hij God zoeken. Je bent nooit te jong om God te zoeken. Hij belooft dat je Hem zult vinden. Wanneer Josia 20 jaar oud is, Geeft hij een bevel dat alle afgodsbeelden en hun altaren vernietigd moeten worden? Zelfs de gouden kalveren die koning Jerobiam lang geleden had gemaakt. Alles wordt vernietigd. De heidense priesters, die ervoor zorgden dat mensen heel slechte dingen deden, worden gedood. Nadat deze enorme taak klaar is. Stuurt koning Josia de secretaris van Jeruzalem naar de Tempel van de Heer. Hij zegt: Ga naar de hogepriester. Laat hem zorgen dat het geld klaar ligt dat in Gods Tempel is gebracht. Dat geld dat de deurwachters van het volk hebben geïnd. Laat dit geld worden gebruikt om arbeiders te betalen die de Tempel van de Heer kunnen herstellen. De secretaris gaat naar de hogepriester om het werk dat gedaan moet worden te bespreken. Als ze het geld dat in de tempel van God was gebracht tevoorschijn halen, vindt de hoge priester de boekrol waarin de wet van de heren staat. De hoge priester zegt tegen de secretaris: "Ik heb in de tempel van de Heer het wetboek gevonden." Hij geeft het aan hem. De secretaris brengt de boekrol naar de koning en vertelt hem uw dienaren doen alles wat hun is gezegd. En de hoge priester heeft deze rol gevonden. Daar staat Gods wet in. De secretaris leest alles voor aan de koning. Als de koning de woorden van de wet hoort, scheurt hij zijn kleren. Zo verdrietig is hij. Hij zegt: God moet wel heel erg boos op ons zijn, omdat we ongehoorzaam zijn geweest aan zijn wetten. De koning stuurt de secretaris en de hogepriester naar een profetes die Hulda heet. Zij heeft een boodschap van God voor de koning. Ze zegt, omdat het volk zo ongehoorzaam is geweest, zal God een ramp over dit land brengen. Maar omdat de koning zichzelf heeft vernederd, zijn kleren gescheurd en gehuild, zal deze ramp niet gebeuren tijdens zijn leven. De mannen gaan terug naar het paleis, en vertellen alles aan de koning. Dan roept koning Josia een vergadering bijeen in de tempel voor iedereen in Jeruzalem en Juda, samen met alle priesters en levieten. Zelfs de kinderen zijn er. De koning leest aan iedereen de woorden van Gods wet voor. Daarna belooft hij ze met heel zijn hart en ziel te gehoorzamen. Het volk belooft dat ook te doen. Wil jij hetzelfde doen? Dan beviel de koning aan iedereen om het paasgaat te vieren, zoals het in Gods wetten staat beschreven. Ja, God wil dat we al zijn daden gedenken en hem aanbidden. Laten we hem ook prijzen voor alle zegeningen die wij van hem hebben ontvangen.